Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi zit op zijn vertrouwde plekje. Sammy ligt lekker in de boksen spelen. En Liam die is ook iets aan het doen. Hij loopt wel veel rond nu. Ik ben wel trots daarop. Niels is zoals gewoonlijk weer werken. En de week gaat weer beginnen. Jordi blijft deze week nog thuis. Het is namelijk zo dat hij heeft nog wel last van dingetjes. En we willen hem zoveel mogelijk rust hebben gegeven voordat hij weer begint met school. Anders houdt die school ook helemaal niet vol. Dus vandaar dat we hem nog thuis laten. Woensdag gaat Liam wel weer naar het schooltje. Maar voor nu lekker thuis en niet veel doen. Ja, ik ga wel dadelijk weer aan de gang hier. Maar eventjes tranquilo, want ik heb net alles... ze hebben allemaal een fles en alles gehad. Dus. Ik heb daar met Liam nog gespeeld en geknuffeld. Met Jordi en nou, dat dus. Eventjes 10 minuutjes nog zitten en dan ga ik aan de gang. Sam, die zit dit te eten. Het ziet er toch lekker uit, hè? Lekker ventje van me. Ja, het is een lekker stukje, hè? Ja. Maar de jongens, die andere twee, die zijn een krentenbol aan het eten. Liam die zit continu als ik een nieuwe maïsding neerleg bij Sam weg te kapen. Dus ik leg er eentje bij hem neer. Het zijn allemaal nog babytjes. Maar voor Jordi is het een mondsensor ding, zeg maar. Dat hij iets ermee moet doen. Nee, die is niet voor jou. Die is voor je broer. Jordi die doet dus, want dat smelt en dat kraakt en dat doet. Dus voor hem is dat juist weer een heel goed ding voor in zijn mond te hebben. Dus ja, ik heb 3 baby's nog hier. En ondertussen eet ze krentenbol. Want Jordi heeft hem ook al bijna op. Maar hier, die zit lekker te smullen hoor. Lekker hè? Ja, je lekker. En voor Jordi doen we het weer zoals altijd. Het was maar een grapje. Oké, ik heb nog geen 5 minuten rust gehad. Want ik ga het even uitleggen. Joef, weg, ga weg. Een beetje chagrijnig. Uitleg. Liam die ging naar bed. Nou, dat ging allemaal prima. Op een gegeven moment moest Jordi naar bed. Nou, een fles gegeven als een babytje. Dat heeft hij op dit moment. Het kind is gek. Maar goed, hè. Fles gegeven. Nou, naar bed gebracht. En dat ging allemaal goed. Het kind was moe. Het kind ging spelen in zijn bedje. Echt, die hond is helemaal lijp. Echt, die spoort echt niet wacht. Hier leef ik dus mee. Met dit ding. Kun je nou een keer stoppen? Dat dekentje hoort daar niet, hè? Die hoort gewoon in je bench, hè? Geef dat dekentje hier. Nee. Kun je me zo gaan zitten aankijken? Nee, 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 nee. Ik heb hier al genoeg bende, ja? In ieder geval, nou, Jordi de fles gegeven. En vervolgens in bed gelegd. Joef, ik zou het niet doen, hè? Ik vermoord je. In ieder geval, die lag te janken en te schreeuwen in zijn bed. Nou, Sam fles aan het geven, want ja, die moest ook zijn fles. Stuit je vreedzak hier ook. Maar goed, oké, hè. Nou, fles gegeven, alles prima. Ik naar boven toe. Nou, echt, dat kind al aan het gillen, dus ik ruik of hij gescheten had. Nee, niet gescheten. Joef, hou op. En
Ik heb hem dus mee naar beneden genomen. Met hem op de bank gaan liggen. Nou. Het kind is in slaap gevallen hoor. Toen moest ik hem in bed krijgen. Het kind weegt bekant 18 kilo voor het, hè. Is in het ziekenhuis gewogen, hè. Wij zitten allemaal maar van, oh, is maar 17 kilo. Dit, dat, zo. Het kind weegt gewoon 18 kilo, hè. Maar goed, hè. Prima. Nou. Kind in zijn nest. Ik kom beneden. Ligt er daar iemand wakker? Dus, nog weer 5 minuten rust gehad. Dus ik wil gaan uploaden en gaan uploaden en gaan uploaden. Ga ik nu pas doen. Het is 3:15. Ja, normaal had ik daar al lang aan begonnen, maar op de een of andere manier, ja. Ik heb zo'n dag. En dan heb ik ook nog zo'n dag dat mijn spastische darmen denken dat ze op een trampoline staan of zo. Want dat gaat echt alle kanten op. En ik kan continu naar de wc. Ik ben niet ziek of zo. Nee, dit zijn echt mijn spastische darmen. Dus ik kan continu naar de wc rennen. En dat is niet erg. Maar als er dan in één keer gewoon heel veel uitkomt. Nee, er komt iedere keer maar een beetje uit. En dan komt er niks meer. Dus. Zo geinig vandaag. Oké. Ik moest even naar de winkel voorzien om spul te halen. Want Jordi mag geen zetpillen. Bla bla bla. Nou, in ieder geval, hè. Kinderen wakker. Jordi, of Liam aangekleed. Sam nog niet. Chagrijnig. Oh, Jordi. En nou zit hij hier op de bank. In zijn eigen wereldje. Dit is niet huilen overigens. Dit is lachen. Vijf minuten geleden was het hier nog moord en brand, hè? Nee, niet gaan staan. Zitten op je kont. Jordi. Ik heb een vraag. Nou, jullie hebben zo'n mooi circus. Wie begrijpt je, Winnie? Zou ik ook aan jullie circus mee mogen doen? Je moet luisteren. Mama heeft je oren gegeven, hè? En er zitten buisjes in, dus je hoort mama gewoon. Hebben jullie een idee? Kleine rat. En hier, deze knappe vent. Ik krijg echt altijd bij hem zo'n jaren 80 vibe. Hè, snap het? Ja! Oeh! Oh, vind ik een mooi verhaal. En wil jij er ook nog over babbelen? Oké, mooi verhaal, doen we niks mee. Nee, geef eens hier. Pakken, die is niet van jou, die is van Sam. Pakken. Mama geven. Dank. Die van jou, hè. Iemand is hier Boomba aan het kijken en heeft zijn Boomba gepakt. Heb je je Boomba gepakt? Ik zie het. Boomba. Ga je Boomba knuffelen? Oh, lieve Boomba. Je was te enthousiast. Veel plezier, hè? Ja. Doei. Nee. Hij zei, ik mag de deur niet op slot doen. Ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dus ik ken jou uit oog, uit hart.
Rust! Nee, ik heb tegen Niels gezegd, jij gaat even met de kinderen lekker. Dan kan ik even een half uurtje, even niks aan mijn kop hebben. Ik ga even hier lekker gewoon mijn dingen doen. Even opruimen, mijn keuken opruimen en alles en zo. Want ik werd even helemaal gek van die kinderen. Soms heb je dat wel eens. Maar ik ga eerst plassen, want sinds dat ik bevallen ben, is dat allemaal een klein dingetje. Oké, geplast en wel. Wat ga ik nu doen? Dan denken jullie waarschijnlijk bij je eigen mensen, je spoort niet dat je daarvoor iedereen wegstuurt. Jawel, ik wil even in alle rust mijn keuken opruimen, gewoon even opruimen. Ik word gewoon helemaal gekje van alle benden. En wat ga ik dan doen? Bluetooth mode. Muziek aanzetten. Had ik zin in. We beginnen met... die. Hey yo, big wave. Het is zover schoon. En de Bambix Band is weer thuis, dus de herrie begint weer. Een hele goede morgen. Het was vanochtend heel vroeg. Ja, vannacht. Ik ben vanaf 4 uur al bezig geweest met Liam. Liam die was wakker geschrokken, denk ik, of zo. Geschreeuw en alles. Uiteindelijk rustig gekregen. Weer in bed gelegd. En toen kwam hij om 5 uur nog een keer. En om 6 zei Niels tegen mij, Mandy legt hem bij ons in bed. Toen heeft hij even bij ons in bed gelegen. En toen maakte hij Sam wakker. Toen heeft Sam ons in bed gelegen. En wat hebben wij toen gedaan? Hem in Sam's bed gelegd. Omdat meneer niet zijn eigen niet rustig kan houden. We hebben hem in Sam's bed gelegd, zodat we toch een oogje op hem konden houden. Dus ja... Dat is de situatie. Dus ik heb weinig geslapen vandaag. Is het Jordi niet, dan is het Liam wel. Is het Liam niet, dan is het Sam wel. En dan toch zo vrolijk zijn 's morgens. Ik snap er niks van. Maar goed, oké, prima. Die is straks dood op. Ik ben al 1,5 uur bezig met Jordi. De botox is nu denk ik wel aan het werken. Sam wil ook nog niet slapen. Liam slaapt wel al. Maar ik ben even helemaal koekoek. Ik heb koppijn, jongen. Van het geschreeuw en het gemekker hier van die twee. Jongen. Op dit moment ben ik even klaar. Die momenten heb ik nu gewoon. Of dat moment heb ik nu gewoon. En ja. Ik heb nog geen 5 minuten op mijn kont gezeten. Nog niet. Nog geen 5 minuten. En in haar bed continu janken. En hier. Dus dan gaat hij maar lekker daar zitten. Ik ga bank liggen. En Sam mag schreeuwen wat hij wil. Ik ben heel even klaar. Ik ben echt even klaar. Even 10 minuten even niks. Ik ben echt even klaar. Je hoeft niet met mij beginnen nou. Want je komt niet naar buiten. Krijg maar lekker de pak. Ik ben echt even...
Sam, je had te slapen, hè? Alles was lekker rustig hier, totdat je weer wakker werd. Liam slaapt ook nog, maar ja, hè, als hij de nacht... Nachtbraker. En mama moet weer wakker blijven, hè? En papa weer werken, hè? Maar goed, daar ben je papa en mama voor. Jo, die slaapt ook nog. En mama is kapot moe. Nou, hè? We doen het er maar mee. Ik heb mijn boontjes al schoongemaakt. Dadelijk eventjes het eten beginnen. En de kindjes wakker maken. En maar eerst even Chateau Meiland afkijken. De laatste paar minuten. Ik was straks nog bij met Jordi naar de huisarts geweest. Want hij was elke keer aan zijn oor aan het... Nou is het zo dat ik niet erop uit kon halen van... Heb je pijn? Heb je last van het geluid dat er doorheen komt? Heb je... Ik kon het er niet uithalen. Bij Jordi is dat dan wel een gemixt signaal wat hij kan geven. Dus ik heb toch maar even de huisarts gebeld. Verhaal uitgelegd. En ze zeiden van kom gewoon maar eventjes hierheen even controleren. Dan weten we het in ieder geval zeker. Dus ik heb even zijn oren laten controleren. Zag er allemaal netjes uit. Keel zag er goed uit. De neus kon ze niet verder kijken. Ze zeg maar als de keel en de oren prima eruit zien. Dan verwacht ik dat de neus ook gewoon prima is. Dus ja, dat is allemaal gewoon goed. Dus wij zijn eigenlijk vrijwel zeker ervan dat het toch het geluid is wat hij binnenkrijgt. Dat het gewoon, hij is maanden is hij slechthorend geweest en zit graag in zijn eigen wereld. Dus ja, dan in één keer weer een hele hoop bombarie, zo de hersenen in. Snap ik dat je denkt bij je eigen, wil ik niet. Maar ja, het is beter voor hem. Echt, dit is niet normaal. Maar goed, dat dus. Dat wou ik even melden. En ik heb ook de uitslag nog niet van de biopte. De chirurg die was met de patholoog bezig geweest, maar er was nog niks bekend. Dus we worden gebeld zodra dat bekend is. Zij weet dat ze ons dan alle tijden mag bellen, dus dat is allemaal geen probleem. Dus ik weet nu nog niks. Eventjes allemaal in het bad geweest en ik was droog. Ik was heel droog. Totdat Jordi in de douche ging, toen was ik zeiknat. Ja, want Jordi had de behoefte om mama te knuffelen. Ja, had hij mijn t-shirt ondergescheten. Ja. Volgens mij is iemand klaar met zijn fles. Ja, volgens mij ook. Ben je klaar? Mag mama jouw fles dan? Mama jouw fles geven? Ja. Dank. Goed gedaan. Ga je nog even spelen? Niels is nog even boven met Jordi. Ik ga heel eventjes hier weer beginnen. Ik heb net heel eventjes in alle rust geëdit. En zo dadelijk ga ik met Niels nog even afsluiten. Niels en ik hebben besloten dat we maar Bing gingen kijken. Gezellig hè Niels? Ja. Want Liam die was over de zeik. En hij zit hier met al zijn vriendjes. Hij was even niet rustig te krijgen, hij was ontroostbaar. Dus mag je even binnenkijken. Krijgt hij wat te drinken. En dan is het duidelijk dat hij lekker naar bed. Had je eng gedroomd? Dat kan goed. Is je kop gestoten? Dat kan ook. Maar zegt het niet, hè? Nee. In ieder geval gaan wij deze ups en dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.